Goedendag, dat warme en benauwde weer ligt inmiddels achter ons. En vandaag is het typisch Hollands zomerweer. We zien ook mooie opbollende stapelwolken. Tussendoor van die diepblauwe luchten. En de temperatuur is heel comfortabel vandaag. Voor veel mensen voelt het toch allemaal wel een stuk beter aan. Maar morgen krijgen we toch wel weer te maken met iets warmer weer. Want de warmte ligt nog wel boven het continent. En morgen zien we dat de stroming tijdelijk even naar het oosten, tot noordoosten draait. Hier zien we het gebeuren. En dan komt toch weer even die warme lucht onze kant op. Wat verder opvalt is dat er morgen een aantal stevige regen- en onweersbuien over Duitsland trekken. Als je morgen richting het zuiden gaat via Duitsland, hou dan toch even rekening met eventueel noodweer. Daar zijn grote hagelstenen en ook zwaar onweer mogelijk. Maar bij ons blijft het dit weekend rustig. We zien die storingen eigenlijk via het oosten naar het noorden trekken. En wij krijgen alleen in Limburg en de Achterhoek er waarschijnlijk mee te maken. Al daar in de nacht van zaterdag op zondag veel regen. Maar de rest van het land dus een rustig weekend. En vandaag dus ook rustige condities. Er staat wel relatief veel wind uit het westen. Een meest matige aan zee, soms vrij krachtige westenwind. En daarbij dus veel ruimte voor de zon. Zeker in het westen en zuiden van het land. In het binnenland kunnen een paar stapelwolken ontstaan, zoals net ook zichtbaar was. En de temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden. Ideaal weer om even die warmte het huis uit te laten. En zeker vanavond als de temperatuur weer begint te dalen. Want dan komt het kwik alweer snel onder de 20 graden uit. Daarbij nog altijd ruimte voor de zon en ook een paar wolkenvelden. Blijft droog, eigenlijk heel vriendelijk weer. Mocht je wel in het noorden zitten of op de Wadden, ja, dan is het misschien toch wel iets frisser. Dan kan je ook nog even een vestje aantrekken vanavond. Maar uiteindelijk koelt het af naar een graad of 11. Echt wel even een frisse nacht. Ideaal om dus ook even alles open te zetten. En daarbij meest heldere condities. Ook alweer wat wolkenvelden. En het blijft droog. En morgen draait de wind naar het oosten tot noordoosten. Komt die warme lucht weer even terug. En dan zien we in een groot deel van het land temperaturen die oplopen naar zomerse waarden van 25 of zelfs 26 graden. Direct aan de kust en op de Wadden is het ietsje koeler, maar met 23 graden ook nog altijd heel comfortabel. En zeker tijdens de ochtend schijnt de zon uitbundig. Maar later op de dag neemt de bewolking vanuit het zuiden iets toe. En zaterdagavond en in de nacht naar zondag begint het flink te regenen in het zuiden van Limburg en ook waarschijnlijk in de Achterhoek en Twente. Daar trekken die buien van Duitsland ook een beetje voorbij. En zeker in het uiterste zuiden van Limburg kan zomaar veel regen vallen. En dan zondagochtend trekt die regen geleidelijk weg richting Duitsland. En is het eigenlijk in heel het land gewoon droog weer. Maar de wind die is naar het noordwesten gedraaid. En daardoor stijgt de temperatuur alweer wat minder hoog dan de voorgaande dagen. En als we toch nog even kijken naar de dagen na het weekend, dan zien we dat de temperatuur verder inlevert. We komen onder de 20 graden terecht en tot en met maandag is het nog droog. Maar vanaf dinsdag kunnen er een aantal buien vallen. En met zulke temperaturen is het toch echt wel aan de koele kant voor begin juli. Ik wens u een fijn weekend.